Hallo jongens en meisjes, we gaan kijken naar de allereerste Samsung telefoons die uitkwamen. En dit zijn gewoon de Samsung telefoons van 2010. Nou, ze zien nog op zich nog best wel redelijk mooi uit. Wat moet ik hier eigenlijk van zeggen joh? Het ziet er heel anders uit dan de telefoons die we nu tegenwoordig hebben. Als het goed is, zit je ook een Samsung telefoon tussen die ik ook een tijdje heb gehad. Volgens mij heb ik deze gehad. Gekregen toen. Of was het nou een andere? En ik zit te twijfelen. Maar twijfelen mag. Oh ja, die heb ik ook gehad. Die heb ik een tijdje gehad toen mijn J6 kapot was. En toen heb ik deze telefoon op een gegeven moment aan een vriend gegeven omdat hij geen telefoon meer had. Ze zijn op zich echt wel mooi. Maar waarom maak ik deze video? Gewoon omdat ik zo telefoonfan ben. Als het om telefoons gaat of om mobieltjes, daar kun je me voor alles voor aanmelden. Dit is toch gewoon zo nasty. Laten we ietsje verder doorgaan. Volgens mij heb ik deze gehad. Ja dus, deze telefoon die heb ik een keertje ook gehad. Maar waar die gebleven is, niemand, ik weet dat niet. Of heb ik hem nou in het zwart gehad? Dan spoelen we ietsje naar de telefoons van nu tegenwoordig. Eens kijken op mijn telefoon ook de start die ik heb gehad. Dat is de A3. Ja, die heb ik zelf niet, maar die heeft mijn vader. Die heeft hij in zwart. Nou, ik ben niet zo, dat zo. Als ik twijfel, ben ik nou een Samsung A-fan of de Samsung J-fan of de J6 of de S-fan? Want ik heb alleen de J6 gehad en dit is mijn A20 telefoon die ik nu heb. Ja. Deze heb ik gehad. Nee, wacht. Shit. Ik heb de J natuurlijk gehad. De J6. Misschien komt die ook nog voor in deze video. De Samsung A9. 2016 model. Oké, als het om telefoons uitgaat, dan kun je best wel het verschil zien. Eens kijken of mijn telefoon. De Samsung telefoon die ik heb gehad. Eens kijken of die er tussen zit. Gewoon even als klein voorbeeldje. En de reclame op mijn telefoon, bedankt. De gemeente wereld. Kijk jongens, die telefoon heb ik ook gehad. Hij ligt hier nog thuis op mijn kamer nog. Maar hij doet het al heel lang niet meer. Hij doet het al jaren niet meer.
Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, jongens, ik ben gewoon echt een telefoonliefhebber. En het zal ook altijd zo blijven. Dus jongens, ik wil jullie... Hey, hebben we deze al gehad? Nou, als je ook echt het verschil kan zien van qua telefoons van nu en van vroeger, dan kun je gewoon echt het hele andere niveau zien dat het tegenwoordig echt veranderd is. Samsung S7. Van die heb ik toestel ook nooit gehoord. Dit is de J-serie. Oh, dit vind ik echt nog een mooi toestel. Niet dat de J6 verkeerd uitzag, want deze lijkt echt precies met die twee camera's die daar zo ingebouwd zitten. Er is eentje aan de linkerkant en de rechterkant. Hij lijkt precies op de J6. Oh, de J9 is ook wel mooi. Maar ja, jongens, bedankt voor het kijken voor deze kleine video. En vergeet zeker weten niet te abonneren en doe een blauw duimpje omhoog. En dan zeg ik één ding, laters.